Op de galerij van een flat in Best is dinsdagmorgen een verwarde man in camouflagekleding aangehouden. Hij is daarna onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat de man bij zijn aanhouding door een politiehond zou zijn gebeten. Hij zou hebben geroepen dat zijn flat zou ontploffen als de politie die binnen zou gaan en dreigde een einde aan zijn leven te maken. Bij de actie aan het Litwinahof werd onder meer een arrestatieteam ingezet en een explosievenverkenner heeft de woning doorzocht, maar trof geen wapens of explosieven aan. Waarop de man door het lint ging, is niet bekend.